Wie is dit nieuwe kind met de haren geknipt? Er kan plakken en stop krijgen. Zul het even laten zien? Want wat is dit? Nico vezeldoekjes voor het aanrecht. Superleuke kleurtjes. Echt. En alleen roze is er. Ja, ik word natuurlijk dit jaar 50. Dus... Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 27 februari. Ja, februari zit er alweer bijna op. En we gaan weer van start met een nieuwe weekvlog. Zo, eerst een afspraak bij Caroline voor Access Bars. En ja, dan staat er vanmiddag niet heel veel op het programma, gelukkig. Want ik ben nog steeds echt onwijs moe. Een vorm van hoofdpijn is er nog steeds aanwezig. Maar ja, gewoon heel moe. En ja, volgens mij moet ik dan gewoon even een beetje toegeven en even een beetje rustig doen. Maar goed, het is wel lastig als er best wel veel dingen moeten gebeuren, staan te gebeuren. Ja, dan moet je toch wel aan de bak en moet je een beetje doorpushen. Maar goed, als je lichaam zegt nee, oh stop. Misschien moet ik even een middagje luisteren. Dus we gaan even zien hoe de dag verloopt. Misschien kom ik straks met vernieuwde energie weer terug van Access Bars. En ja, is alles voor de sneeuw verdwenen. Yuki is... Even kijken waar Yuki zit. Oh, die zit helemaal daarachter. Yuki, is ze? Yuki. Waarom zit je daar? Waarom zit je helemaal daar? Wat is er aan de hand? Je stoute dingen gedaan toen ik aan het douchen was. Ik had alles weggehaald, hè? De tafel is compleet leeg, zowat. Ja. Oh, je denkt dat je iets stouts hebt gedaan. Ik weet het niet. Wat is dit? Yuki! Wat doe je? Zijn er toch wel dingen gebeurd dan? Ja, ik weet het niet. Jij weet het beste. Ik ga eens even een rondje doen. Nou, ik zou wel eens de stekker van de lamp had gepakt. Maar goed, weet je. En verder... Ja, was er ook niet heel veel te pakken, hè? Dus ja, je zal er ernstig op zoek geweest zijn, dat denk ik. Ja. We gaan de dag weer beleven en ik zie jullie later weer. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag. Ja, gisteren weer niet doorgegaan met filmen. Eigenlijk ook niet heel veel meer gedaan na Access Bars. Een beetje opgeruimd en dat was het wel een beetje. En gegamed. Nieuw spel hebben we. Het is iets van Final Fantasy. Zijn 35ste verjaardag, zeg maar. En dan heb je een soort van alle liedjes van alle Final Fantasy games. En dan kun je dat zeg maar op ritme, kun je dan, knoppen moet je dan drukken. En nou, heel tof. We zijn ook fan van Guitar Hero, dus dit was natuurlijk helemaal leuk dan daardoor. Het is en muziek, en het is van Final Fantasy, en het is een ritme, spel. Nou goed, voor mensen die niet gamen, die denken, waar heeft ze het over? Maar goed, wij vonden het helemaal leuk, dus dat hebben we gedaan gisteren nog. Ook de serie You afgekeken. Tenminste, het eerste deel van seizoen 4. Degene die het gezien hebben. Ja, het is een keer helemaal omgedraaid. Dus ik vind het wel heel erg leuk nu. Om te zien dat het een keer van de andere kant wordt beleefd, zeg maar. Dat gezien. Ja, en verder. Het is nu 9:15. En ik heb nog geen kinderen natuurlijk. Het is, of natuurlijk. Ik heb nog geen kinderen. Het is... voorjaarsvakantie starten we altijd ietsje later, maar het is voor hen nu even een sowieso een beetje gekke dag. Ze gaan eerst naar de kapper en Rosa moet thuis blijven, want er komt er wel zorg voor een passing van de douchestoel, geloof ik. Dus die komt niet vandaag, dus het is een beetje een warrig dagje. En ik ga even zien wie er mee wil, wie er mee kan en waar we mee eindigen zometeen hier thuis. Dat is altijd wel weer even spannend dan, maar we gaan beleven. Ik denk sowieso Fleur, dat is een gok. Ik denk dat Tim wil gamen met zijn vrienden. Ik denk dat Fleur wel hier wil zijn. En ik denk dat Rosa gewoon thuis moet zijn. Ja. Maar goed, Yuki ligt daar op de bank. Ik vind dat zo moeilijk om dit te doen. Yuki ligt daar op de bank te pitten. En ik ga mijn koffie drinken, mijn shake drinken. En dan die kant op kijken wie er mee wil. En zoals ik al net al zei, was het niet zeker wie er allemaal kwam. En hebben we hier een nieuw kind? Dan denken jullie, wie is dit nieuwe kind? Wie is dit nieuwe kind met de haren geknipt? Ik gewoon. Ben jij gewoon Fleur? Ja.
Je hoofd is recht, laat eens goed zien. Laat de achterkant eens zien van je haar. Kijk hoeveel er af is. Yuki vindt ook, die denkt ook van wie is dat nieuwe kindje? We hebben net even een broodje gegeten. We gaan zo even naar de Action toe, want Fleur de mama is volgende week jarig. Dus we moeten even cadeautjes kopen, is wel leuk. We gaan even wat dingetjes bij elkaar verzamelen, een beetje ideeën wat ze nodig heeft, wat ze leuk vindt. En dan gaan we even naar de Action toe. En, want we zijn met z'n tweetjes, dus dat is super leuk om even te gaan shoppen. Dus dat gaan we doen. En ik wil laten jullie straks alles zien wat we natuurlijk hebben gekocht bij de Action. Het gaat altijd mis. Maar ik heb nu Fleur bij me die me in de gaten houdt. Maar hebben we ook wat gevonden? Nee, niet echt. Nee, hè? Gaan we nu even zoeken dan. Wat is dit? Fotopapier. Oh, Heb ik niet echt gevonden. Nee. Dilemma, theeglazen, hè? Ja. Hier hebben we wel theeglazen. Ja, maar hebben we ook nog, zie je ook nog mooiere? Nee, ik zie geen eens mooiere. Nee, hè? Ja. Moet aan mama vragen dan dat van veel. Het is een verrassing, toch? We gaan het verder zoeken. Oké, nou, we zijn naar de Wibra geweest in de Action. Tada! Fluff heeft het er al uitgehaald. Ze wilde heel graag een etui voor haar stiften. Ja, maar mooi. We gaan even alles neerzetten. Ja, ik heb veel te veel dingen gekocht. Ja, veel te veel. Er past eigenlijk niet de tafel bij. Nou, misschien wil je zelf er wat over vertellen ook? Ja. Ja? Oké, Fleur gaat me helpen. Die is onze mega grote berg van de spullen. Ja, maar wat hebben we allemaal gekocht, Fleur? Ja. Begin maar bij het begin. Oké, zo mooi dat je aan kan plakken en stoep krijgt. Zult het even laten zien, want wat is dit? Speeltje voor Yuki. Speeltje voor Yuki, hè? Wat is dit? Pennen met... Het zijn gelpennen. Oh ja, gelpennen. Voor? Voor wie zijn die? Voor mij. Voor jou. En dan hebben we hier... Zout. Italiaanse kruiden. Voor jou. En hot chili kruiden. Oeh, die wil ik echt niet peper. Nee, wat hebben we hier? Stoepkruid. Stoepkruid voor? Buiten. Maar wie gaat ermee spelen? Ik. En dit dan? Etui voor mij. Voor jou. En wat hebben we hier? Haarbandjes voor mij. Ook voor jou. En wat hebben we hier? Iets voor mama. Ik weet het niet. Nee, is voor mij. Het zijn vuilniszakjes. Oh. En wat is dit? Dat muis waar je alvast kan plakken. Ja, dat wilde jij heel graag doen, hè? Ja. En dit zag Fleur ook wel zitten. Ja, dat is voor mij. In je haar, zijn oortjes. Ja, en haar. En ik dacht, dit is handig om hier te hebben met speeltjes en zo. Als ik de kinderen hun haar doe. Wel leuk, leuk bakje. Ja. Dan vonden we ook nog zelf kruiden groeien. Ja, dat is voor mama. Nee, is niet voor mama. Ja, deze is voor Janneke. En wat zat erin? Eens even kijken. Gemengde kruiden. Staat niet in welke. Dus dat is verrassing. En voor Stefan hadden we een reuze Toblerone gevonden. Nou, dan gaan we nu even de Wibra doen. En daar staat nog meer. Deze doe ik straks. Is een cadeau voor Agnes. En die moet dat dan doorskippen als ze deze video kijkt. Maar ik geef een warning. Ik heb ook alles van de Wibra even klaargezet. Hier zijn echt super leuke dingen. Dit schattige kleurboek met unicorns, prinsessen. Nou, echt helemaal leuk voor Fleur. Nog een knuffeltje voor Yuki. Ja, ze gaat een beetje hard door de speelgoed. Dit was hard en stevig. Alleen dit kan ze weer kapot trekken. Maar weet je, dan heeft ze in ieder geval weer iets. Voor overnight oats dacht ik handig zo'n bakje. Het zag gewoon ook heel schattig uit. Van die tuinhandschoenen. Want ja, tuinseizoen is weer gestart. Fleur wist weer een pen, mooi pen te vinden met een beertje. En dit vond ze ook heel erg leuk, alvast voor Pasen zei ze, dus dat hebben we ook maar meegenomen. Deze bakjes hebben we gehaald voor de aquabeats die ze heeft, dus dan kunnen we per kleurtje kunnen we dan het in bakjes doen. Ja, van die, van die microvezeldoekjes voor op het aanrecht, superleuke kleurtjes.
En een heel leuk boekje heeft Fleur weten te vinden met een unicorn. Deze voor in de koelkast om alle sausen in te zetten. Hoe handig is dat? Een beker voor Fleur. Ja, Fleur is wel een beetje verwend vandaag. Erg verwend. Deze voor in de badkamer. Die doe je met de zuignappen. Met de zuignappen kun je die dan aan de muur maken. Wat hebben we hier, Fleur? Fleur is er ook weer. Zijn sponsen. Kijk toch hoe leuk. Een sponsen. En een brood. Vers houtbak. Want die had ik ook niet meer. En pasen heb je ook vast gekocht. Ja, die had ik al verteld. En ik had ook al gezegd wat jij allemaal hebt. Ja. Ben je een boel verwend of niet? Ja. Heel erg. Ja, ik heb weer al iets nog verteld. Ja, ook. Deze zat helemaal onderin. Ja, ik weet zijn het. Pen. Zijn pen. Ik geloof, ik heb gekocht. Heb je nu genoeg spullen? Ja. Ik heb eigenlijk niet genoeg. Nee, ik heb eigenlijk bijna veel te veel. Daar ligt Asjeteusje. En hier ligt ook nog. Ja. Nou, lekker spelen. Oké, Agnes, nu mag je niet meer verder kijken. Want nu gaan we jouw cadeau filmen. Tenminste, een deel van je cadeau. Want de rest weet je natuurlijk nog niet. Maar het is altijd wel leuk om dingen te verzamelen met de kinderen. Tenminste, met Fleur dit keer. Dus we hebben deze verzameld. Ja, die snap. Ja, dat is wel een nep. En dit kaarsje vond Fleur ook heel mooi om te verzamelen. Ja. En qua nodig waren de theeglazen. Daar hebben we er 4 van. Dat was mama. En deze vonden we heel erg mooi. Ja. En een mand om het allemaal in te doen. En er komt nog meer bij. Maar we hebben in ieder geval al dingetjes verzameld. Voor mama's verjaardag, hè? Yes. Oké, nu mag je weer verder kijken, Agnes. Kijk dan. Ja, ik weet het. Ik heb veel te veel sausen. Kijk dan. Dit is toch tof. Alleen jammer dat het ding zo uitsteekt. Komt het iets te tegenaan. Ik kan ook nog ietsje hier naartoe halen. Oh, dit is toch fijn. Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag 1 maart en het heeft flink gevroren buiten. Maarten roet zijn staart, hè, zeggen ze dan. Zeker. En in april kan het allemaal nog steeds. IJs en zo. Dus ik ben eigenlijk wel een beetje klaar mee. Ik heb zoiets, het zonnetje schijnt. Laat het lekker lente worden. Er staan nog bomen hier in de bloei. Ik heb zin in lente. Jullie ook? Echt heel erg zin in lente. Joekie ligt lekker op de bank, maar die moet zo de bench in, want ik ga zo de kinderen halen. Ik ga Fleur en Rosa ophalen en ja, dan zie ik jullie straks weer als de kinderen hier zijn. En dan gaan we weer de dag beleven. Inmiddels is Rosa er. En alleen Rosa is er. Joekie vindt het wel heel gezellig. Zo met Rosa. Ja. Ja, je bent er alleen vandaag, hè? Ja. En gezellig spelen. Zeg spelen. Oh, doei. Geen zin. Oké, hier wordt dus les. Dit is Joekie. Ik ga hem nog even uitlaten van tevoren. Ja, plasje doen en zo. En dan gaan we zo de laatste les doen. Hey Joek. Zo, we zijn weer terug met Joekie. De basiscursus afgerond. Zoals jullie net zagen, ik had een stukje gefilmd bij de hondenschool, maar daarbinnen. Ja, dan ben ik zo druk met Joekie bezig dat dat filmen niet gaat lukken. En er zijn ook andere mensen, dus dat gaat gewoon niet goed. Ik had trouwens bij Vlindal had ik wat vitamines besteld. Omdat ik gewoon merk dat ik de laatste tijd gewoon hartstikke moe ben. Niet lekker in mijn vel zit. Ja, ik word natuurlijk dit jaar 50. Dus misschien zit al zoiets als de overgang aan te komen. Ik weet het niet. Maybe. Dus ik heb wat vitamine opgezocht waarvan ik dacht van nou, misschien zijn die een goede aanvulling op mijn toch al slechte eetpatroon. Ja, daar valt ook nog wel eer te behalen. Maar ik ga even het pakketje leegkiepen en dan gaan we even bekijken wat erin zit. Kijk, het zit in zo'n doos. Van die zakjes. Er zit een hoop in. Ja, ik ben altijd van de vergeetachtige, dus ik dacht, lekker een doosje bij doen. Ja, het enge woord staat erop. Maar ja, ik dacht, misschien is het wat, 10 in 1. Dus misschien is het wat, er staan dingen op, daar heb ik helemaal geen last van. Maar ja, geestelijke balans, mijn geheugen, vermoeidheid, spijsvertering is wel goed.
Ja, dus mijn botten en spieren weet ik niet. Weerstand is ook ver te zoeken momenteel. Maar opvliegers heb ik nog niet. Nachtelijk transpireren ook niet. Prikkelbaar ben ik wel. Dus daar gaat het allemaal tegen helpen. Super. Magnesium is ook goed voor je. Een heleboel folders en dingen. Nou, dus ik ze even allemaal rustig doorlezen. Vitamine D, want dat zou ook maar zo kunnen zijn dat daar een tekort aan is. En salie-extract. Ik had het opgezocht. Het was een goede combinatie dit. Dus nou, we gaan dit doen. Ik ben benieuwd. Ik zal jullie op de hoogte houden of dit wat is. Goedemorgen. Het is weer een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag 3 maart. En ik ga zo naar Shinenki Kong. Yuki die is hier, die denkt, oh jee, ik moet zo in die bench. Ze zit super lief te doen en heel braaf te kijken. Zo van, oh, je kan me ook gewoon hier op de bank laten hoor, Janneke. Dat kan gewoon makkelijk. Nee, dat kan echt niet. Tenminste, dat weet ik dus nu weer niet. Hè. Ik heb het nu al 2 weken of 1,5 week niet meer uitgetest. Dus ik zou het niet weten, maar we gaan het nog even niet proberen. We willen haar niet te veel van dat soort ervaringen geven, want dan wordt echt een sloper. Dus ja, ze moppert al, ze weet dat het zo gaat gebeuren. Maar goed, we hebben nog 10 minuten voordat ik weg moet. Dus we gaan nog even knuffelen. Ja, we gaan nog even knuffelen. En dan moet ik weg, hè? Laag. Ja, dan moet ik weg. En dan zie ik jullie straks weer. Ja, en eigenlijk ook niet meer verder gevlogd op het moment dat... Michella kwam. Het hele weekend is eigenlijk voorbij gevlogen. Zonder dat ik ook maar enigszins heb bedacht om de camera te pakken. Vandaag is het zondag en ik ben aan het editen. En ik heb eigenlijk alleen maar gegamed. Disney Dreamlight Valley of zoiets. Het is een spel wat nog helemaal niet af is en zo. En vol met glitches zit en weet ik wat. Maar het is zo... leuk om te doen, om al die Disney's vrij te spelen, om allemaal spulletjes te verzamelen en nou ja, ondertussen ook de was te doen en zo. En nou ja, weet je, zo'n beetje afwisselen, zo'n beetje rommelen. En eigenlijk niet meer gefilmd en ik kom eigenlijk alleen maar even zeggen, sorry daarvoor. En op naar weer een betere week met vloggen en filmen en doen. Ik heb trouwens die vitamine gebruikt, nu al 4 dagen van Vlindal. Ik merk een klein beetje, nou misschien is het allemaal in mijn head, hè, in mijn hoofd. Misschien is het allemaal in mijn hoofd en is er helemaal niks aan de hand. Maar ik heb het gevoel dat ik iets beter slaap, waardoor ik ook iets beter uitgerust wakker word. Dus misschien dat het toch wel iets helpt. Wat ik heb gehaald? Ik weet het niet. We gaan het zien voor de lange termijn. Want ze zeggen ook van dat je wel in ieder geval een maand moet je het wel de tijd geven om het even rustig op je lichaam in te laten werken. En dat je dan verschil gaat merken. Maar voor mijn gevoel heb ik al iets gemerkt. Aan de andere kant heb ik ook gewoon een lekkere luie dag gehad. Misschien is dat het ook wel gewoon, hè? Dus, maar goed. Ik dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden op de abonneerknop. Voor nog meer vlogs en shoplogs. Ik zie jullie van de week weer in een nieuwe shoplog. En volgende week weer in een nieuwe vlog. Hele fijne week. Doei doeg!